Wat is het belang dat er nu een lange termijn visie komt? Ja, eigenlijk direct bij mijn aantreden heb ik de commissie Veerman ingesteld. Dat is een kabinetscommissie, een staatscommissie geworden, om advies te geven hoe houden we nou Nederland ook voor over 100 jaar veilig. En dat heb ik gedaan omdat we allemaal weten dat niet alleen Nederland veranderd is, maar dat ook het klimaat gaat veranderen. En dat betekent dat wij maatregelen zullen moeten nemen om ons land veilig te houden. Vaak zie je dat maatregelen worden genomen naar aanleiding van een ramp. Denk maar onze eigen ramp in 1953. Of kijk naar New Orleans, waar ook een enorme ramp nog niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden. Ik wil dat voorkomen. We weten met z'n allen dat een overstroming heel veel maatschappelijke ontwrichting, schade, mensenlevens zal kosten. Dat wil ik niet. En dus wil ik nu de juiste maatregelen treffen om te zorgen dat die ramp er nooit komt. Hoe ziet de Nederlandse kust er over 100 jaar uit? Over 100 jaar vooruitkijken, dat lukt natuurlijk niemand. Ik kan daar ook geen sluitend antwoord op geven. Maar ik denk wel dat de kans groot is dat onze kustlijn, dat het strand, breder zal zijn. Want een van de aanbevelingen die de commissie Veerman doet, is om onze veiligheid te waarborgen door veel meer zand naar de kust te brengen. Het meeste van het zand zal onder water zijn, maar een gedeelte zal ook boven water komen, waardoor je een bredere kustlijn hebt. En dat geeft heel veel kansen voor recreatie en natuur. Maar er zullen ook plaatsen zijn waar we bijvoorbeeld een hele brede dijk gaan doen. Zodat mensen bovenop de dijk kunnen wonen. En ik kan me ook voorstellen dat er dijken komen waar het water wel overheen kan gaan, maar die niet zullen doorbreken. En dan krijg je nog weer een andere kustlijn. Dus het zal gevarieerd zijn, maatwerk, de juiste kust op de juiste plek. De commissie vindt dat we Nederland 10 keer veiliger moeten maken. Zijn we nu niet veilig? Ja, we zijn nu veilig. We zijn zelfs de best beveiligde delta. Maar het is wel een feit dat Nederland veranderd is in de jaren nadat de eerste delta-commissie de normen heeft vastgesteld. Ik ben al bezig op het ministerie om te kijken hoe we de normen aan kunnen scherpen, meer kunnen brengen bij de eisen van deze tijd. Dat we niet alleen rekening gaan houden met economische schade, maar ook rekening houden met het belang van het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting. En dat betekent dat de normen aangescherpt moeten worden. En ik ben ook erg blij met deze aanbeveling van Veerman, die dat streven van mij ook steunt. Veerman zegt zelfs 10 keer veiliger. Nou, ik zou zeggen, laten we daar met z'n allen hard aan werken. Want dan weten we zeker dat we ook over 100 jaar nog steeds veilig zijn.